Wendy van Dijk heeft al haar televisiewerk per direct neergelegd, omdat haar dochtertje een zeldzame bloedziekte heeft en het voor haar beter is als het gezin zoveel mogelijk in isolatie gaat. Verschrikkelijk rot nieuws natuurlijk, maar ondertussen vraagt RTL Boulevard-presentator Lex Uiting zich maar één ding af: wat betekent dit voor haar tv-carrière? Het tv-contract van Wendy bij SBS6 loopt in de zomer af en er wordt al geruime tijd gespeculeerd dat er gezien haar lage kijkcijfers mogelijk geen verlenging op komst is. Haar enige show die wel scoort, Wie van de Drie, heeft ze nu on hold gezet vanwege haar turbulente privé-situatie. Lex Uiting, de presentator van RTL Boulevard, vreest dat dit wel gevolgen heeft voor haar televisiecarrière. Wat zou dit nou kunnen betekenen voor de toekomst van Wie van de Drie? Of überhaupt het contract van Wendy? Collega Aaron Bade schrikt er een beetje van. Hij vindt dat Lex de verkeerde timing kiest om deze vraag op te werpen. Ja, ik vind het eigenlijk nog veel te vroeg om daar nu over na te denken. Hij vervolgt in die zin vind ik het wel heel sterk van Talpa en ook de producent dat ze niet hebben gezegd van: nou, het gaat misschien niet lukken door tijdsdruk, we zetten iemand anders erop, maar ze hebben echt gezegd: neem je tijd ervoor, we hebben respect en we zijn onwijs geschrokken. Ik denk dat het nu geen gevolgen heeft. Talpa staat nou niet bepaald bekend om haar morele kompas, maar in het geval van Wendy lijken ze volgens Aaron wel juist te handelen door haar tijd te gunnen. De gezondheid staat voorop voor in dit geval de dochter van Wendy van Dijk, en als dat de presentatrice van je programma is, dan hoop je dat dat kan en dat kan op dit moment. Frank Deen, dus ze gaat niet vervangen worden in wie van de drie? Aaron, weten we niet. We hebben wel contact gezocht met Talpa vandaag, maar zij zijn ontzettend geschrokken en leven heel erg mee. Het zou nogal cru zijn van Talpa om gelijk een vervanger op wie van de drie te zetten, vindt Aaron. Op dit moment is dat de informatie die we hebben, maar ik vind het echt niet meer dan logisch eigenlijk dat je op zo'n moment zegt: dit is zo ontzettend pijnlijk en een drama voor het gezin dat je zegt: we zetten het even on hold.